Wat bent u nu aan het doen? Ja, ik meet nu, ik kijk eens even hoe het met de diepte van het water gesteld is en of het roer ook vrij ligt. Het water is gewoon te laag. Dat kun je ook wel zien op de muren. Normaal staat het toch zo'n halve meter hoger. En omdat het zo laag staat, kunnen we niet hier het balkengat uitvaren. Dan ligt daar een drempel, een soort stroomruggetje van zand en er ligt een steen in. Dat is zodanig ondiep, zeg maar, dat is minder dan 60 centimeter diep. Dan kan de Kromrijnder daar niet overheen. Door de droogte heeft waterschap de Stichtse Rijnlanden op meerdere plekken in de provincie waterpompen ingezet om het water op peil te houden. Maandagmiddag werd de pomp in Wijk bij Duurstede geplaatst en het verschil is al te merken. En je kunt nu wel zien dat inmiddels stroomafwaarts in ieder geval het water al zo'n pakweg 10 centimeter gestegen is. En we zien het hier ook langzaam opkomen. En wat wij nu als maatstaf aanhouden, dan kunnen we het goed aan zien, dat is het aantal vakjes in dit rooster. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Als er 3 vakjes droog staan, dus er staan er nu ruim 2 droog, dan kun je zeker niet weg. En zoals het nu wordt, dan lukt het misschien morgen of overmorgen.